Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shoe blog. Ik ben vorige maand bij de Action geweest, want ik moest daarheen voor kerstcadeautjes. En uiteraard, zoals het gaat, heb ik ook weer wat andere dingen gekocht. De kerstcadeautjes heb ik uiteraard inmiddels weggegeven, maar ik heb die beelden nog wel eventjes gemaakt wat ik daar had gekocht. Dus die zal ik hier ook eventjes bij inplakken, zodat je ook kunt zien wat ik had gekocht. En ik laat je uiteraard de andere spullen zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes die ik bij de Action heb gedaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd in beeld staan. Mocht iets in de aanbieding gekocht zijn, staat daar een sterretje voor, zodat je weet dat het normaal gesproken dus ietsjes duurder is. Ik heb hier een jurkje. En hij is inmiddels helemaal uit de verpakking, want ik heb hem al gebruikt. Het is namelijk een glitterjurkje. Het is een heel leuk jurkje. Ik kan hem weer even uitpakken om te laten zien. Ik had hem er geprobeerd weer terug in te doen voor deze video, maar dat werkt dus niet. Het is dit jurkje. Het is een jurkje met allemaal glitters en een hele leuke strik. Die kun je gewoon zo vastmaken, maar die zit er eigenlijk een beetje voor de sier op. Ik had namelijk een etentje voor kerst en ik vond het leuk om een beetje een feestelijk jurkje te hebben. Toen zag ik deze bij de Action en toen dacht ik, ah, die vind ik er wel heel geschikt voor. Dus die had ik gekocht en die deed gewoon heel feestelijk aan. Zat heel lekker. Ik heb hem in een maatje S gekocht. Dus ik was er wel heel erg blij mee. Dus echt een heel fijn jurkje die gelijk ook de kast in kan, want hij is al gewassen, dus dat scheelt. Oké, gelijk maar door naar de cadeautjes. Ik heb allereerst zo'n multi-clean brush gekocht. Ik moest een cadeautje hebben voor mijn vader en die heeft tegenwoordig ook van die oortjes. Dus ik dacht, nou, die zijn wel heel handig om je oortjes mee schoon te maken. Maar je kunt ze ook gebruiken voor je telefoon en zo. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel een leuk cadeautje. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik hier een phone standaard. Die heb ik voor Nathalie gekocht. In haar nieuwe huis krijgt ze een heel eigen bureau. Ik dacht, dat is wel leuk om neer te zetten. Dan kan ze daar ook gewoon haar telefoon op zetten als ze aan het werk is. Of net wat ze aan het doen is. Ik heb een grijze. Ze gingen er alweer een beetje uit. En toen zag ik een grijze. Ik dacht, nou prima. Dus die heb ik dan voor Nathalie. Dan heb ik deze zak met klei gekocht en die is voor Lente. Lente die is helemaal van het kleien. Ze heeft ook allerlei, ook zo'n ijsjeswinkel. Daar kan ze dus ook ijsbolletjes scheppen met klei. Ze heeft voornamelijk wel Play-Doh klei, dat kon ik alleen niet vinden. En toen zag ik deze multipack en Minnie Mouse stond erop. Dus ik dacht nou, Minnie Mouse, Lente is helemaal fan van Minnie Mouse. Hier zitten 15 potjes klei in. Dus een partypack, ja, misschien dat hij dus wat sneller uitdroogt. Maar ik dacht, ja, ik vind dit te leuk. En er zitten allerlei kleurtjes in. Ik zie roze, geel, heel veel roze, wit, blauw, groen zit hierin. Dus ja, hier kan ze er wel weer lekker mee kleien. En op de potjes staan dan ook echt de figuurtjes van Minnie. Hier zie je bijvoorbeeld Minnie Mouse staan. Ik dacht, ja, dit vind ik gewoon te leuk. Dus die heb ik voor haar gedaan. Dan heb ik een geurtje gedaan voor Frank. Ja, ik vind een cadeautje kopen voor mannen vind ik altijd heel lastig. En ik vind ook, het is eigenlijk altijd heel persoonlijk, hè, geur. Want ja, niet iedereen vindt alles lekker. Maar ik heb hem geroken. Ik vond hem zelf wel lekker, dus ik hoop dat hij hem ook lekker vindt. En nou ja, goed. Mocht hij het niks vinden, je kan hem ook altijd nog weggeven of zo. Maar ik dacht, nou ja, ik doe wel gewoon een geurtje. Dan heb ik deze ontbijtset en er staat een egel op en ik zag deze. Ik wilde eigenlijk iets anders kopen voor mijn moeder, want mijn moeder had het over lipgloss. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. En toen zag ik deze breakfast set met Hugo de Het Hedgehog. En hier staat dan een egel op. En deze is dan, hier staat niet echt een egel op. Het past wel bij elkaar. Maar ze had met Sinterklaas een hele leuke egelmok gekregen. En ze had het over dat ze ook wel vaak wat... ze had laatst ook een keer over muesli of zo. En ik dacht, nou, ik vond deze set zo leuk. Ik dacht, die ga ik kopen voor mijn moeder. Die vond ik echt te leuk. En dan heb ik nog twee mokjes gekocht. Voor mijn vader en zijn vriendin, allebei eentje. We hadden ook niet echt afgesproken of we cadeautjes zouden doen. Dus ik dacht, nou, weet je, dan doe ik voor hun dit. Dan doe ik er gewoon een koffiepetje in of zo. En dan heb je gewoon eigenlijk een compleet kopje koffie. Dus ik heb deze in deze kleuren. Dus dat waren in ieder geval de cadeautjes die ik had gekocht voor de kerst. Dan heb ik dit gekocht. En dit is om je koptelefoon in op te bergen. Het is een headphone case. En hier kan je koptelefoon in.
Nou kan ik wel eens even mijn koptelefoon erbij pakken om te kijken of dat ook past. Want ik heb dus een game koptelefoon. Dus ik ben wel benieuwd of dat hier ook daadwerkelijk in past. Dus ik ga hem gewoon eens eventjes erbij pakken. Maar ja, stel dat je een keer je koptelefoon mee moet nemen, dan zou die erin kunnen. Maar ik hoop dus ook dat mijn game koptelefoon hierin past. Dus ik zal hem er even bij pakken, zodat we even kunnen kijken of die ook daadwerkelijk erin past. Dat is wel handig. Dit is mijn koptelefoon. Dus ik ga gewoon eventjes kijken of die erin past. Oké, deze is echt te groot hiervoor. Deze past hier niet echt in. Dus ik denk dat het meer geschikt is voor een gewone koptelefoon. Deze is gewoon te grof. Dus deze past hier niet in. Maar ja, goed, dat is dan niet anders. Ja, Lansenberg wel iets anders in op. Ik had dat ook niet helemaal gezien van tevoren. Maar hij was niet heel erg duur. En het leek me gewoon handig om zoiets te hebben. Alleen mijn koptelefoon past er dus net niet in. Maar nou ja, dat maakt niet helemaal uit. Even kijken hoor. Dan heb ik deze mal. Dit is eigenlijk een bakkeriemal. Het is een bakvorm van siliconen. En dan denk ik dat heel veel mensen het leuk vinden om hier bijvoorbeeld cakejes in te bakken. Maar het leek mij wel lekker om dit te vullen met chocola. Dat je dan gesmolten chocola hierin doet en dat je hem dan bijvoorbeeld een halve bol hebt. Je kunt ook een heleboel maken en dan bijvoorbeeld te vullen met slagroom. Dan heb je gewoon ja, een lekkere... Ja, een lekkere bolletje met chocola. Er zitten ook verschillende, ik weet niet, je krijgt dan ook deze figuurtjes erin. Dat lijkt me wel leuk om een keer uit te proberen. Misschien een keer leuk om in de vlog te doen. Je had namelijk ook wel van die bak, echt van die vormpjes waar ook chocola in konden, maar die hadden ze niet meer. Die had ik graag willen hebben. Maar ik dacht, dit lijkt me ook wel leuk. Ja, ik denk dat je het gewoon kunt gebruiken op je eigen manier. Kijk, ik hou zelf niet van... cakejes, maar je kunt ze ook gewoon in de vriezer doen en in de oven, maar ook in de magnetron. Dus ja, ik dacht, ik ga het gewoon met chocola proberen. Dat kan je gewoon in de koelkast doen en dan heb je gewoon lekker ja, een chocoladebol. Bijvoorbeeld als je een halve doet en dan slagroom erin. Dat is natuurlijk super lekker, dus dat vind ik wel leuk om een keer te gaan proberen. Dan heb ik een lipcare kit gekocht en deze is voor zachte lippen. Je krijgt hier namelijk een lipolie, een lipscrub en ook een scrubber bij. Dus je kunt dus eerst de lipscrub aanbrengen. Dan kun je dus met dit dingetje kun je lippen scrubben. En als je dat klaar hebt, kun je er lipolie op aanbrengen. Dan heb je hele verzorgde lippen. Dat leek mij wel heel erg fijn. Mijn lippen zijn best wel droog, vooral in de wintertijd. Dus ik dacht, nou, dit ziet er best wel interessant uit. Dat lijkt me gewoon leuk om een keer te proberen. Die lipscrub ziet er ook op zich best wel goed uit. Als ik zo naar het tubetje kijk, lijkt het alsof de deeltjes al te zien zijn. Maar het kan ook gezichtsbedrog zijn door de verpakking. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar deze. Dus er zit vitamine E in en de scrub is natural. Hij zou je beschermen tegen invloeden van het weer. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dan heb ik dit gekocht en dit is een make-up brush cleansing mat. Ik heb er ooit eentje gehad en die ben ik kwijtgeraakt en ik kan hem toch nergens meer vinden. Maar dit is gewoon handig, want die kun je dus, ik ga ervan uit, volgens mij is hij al open. Oh, dat niet. Op mijn andere, daar zat zeg maar zo'n van die dingetjes, zuignapjes, daar kon je hem aan je wasbak vastklemmen. Dat heeft deze niet, maar daar kun je dus ook je make-up kwasten zo over heen en weer halen om ze schoon te maken. Dat leek me gewoon heel handig. Ik heb ook een elektrisch schoonmaakapparaat, maar niet al mijn kwasten passen daarin. En ik vind toch, daardoor omdat sommige die hebben gewoon een ander handvat, waardoor ze niet passen. Dus ik dacht, nou, dit vind ik wel handig om te proberen. Hij is heel schattig. Je had twee varianten en ik vond toch de unicorn dan wel heel erg schattig. Dus ik dacht, nou, dan neem ik die gewoon eventjes mee, omdat die andere gewoon nog steeds kwijt is. En ik hem gewoon letterlijk niet meer kan vinden. Ik heb echt alles afgezocht. Waarschijnlijk komt hij op een hele gekke plek tevoorschijn, maar voor nu weet ik het gewoon eventjes niet. Ik zie hier ook alle bolletjes liggen, dus die haal ik er gelijk eventjes uit. Dan heb ik een setje met lipglossjes gekocht en die vond ik er heel erg leuk uitzien.
Je krijgt de Sweet Kiss, Hot Night, Love Bite, Cherry Gloss en Lush Lips. Het zijn shimmer lipglossjes en ja, ik vond ze er gewoon wel heel erg leuk uitzien. En ik wil ook weer wat meer lipgloss gaan gebruiken, omdat ik het vaak gewoon mooi vind staan. Dat je net het glinstertje hebt op je lippen. Maar ik vind het alleen naar buiten nooit zo handig, want dan plakt je haar er helemaal aan vast. Maar dit setje zag er gewoon leuk uit. Ik dacht, die wil ik gewoon een keertje proberen. Gewoon 5 van die shiny lipglossjes. Helemaal prima, dus super leuk. Ik haal ondertussen even alle bonnetjes eruit. Nou, dan had ik ook kerstkaartjes gekocht. Nou, dit heb ik er nog van over, want ik hoef er niet heel veel weg te sturen. Maar er zitten natuurlijk gewoon envelopjes bij om die ook weg te sturen. Maar ja, die heb ik intussen uiteraard al verstuurd. Er zaten 2 soorten in. Deze en deze. En dan gewoon envelopjes, die waren rood. Dat maakte het schrijven niet heel handig. Ik was dan bang dat mijn postzegelcode niet te zien was, maar het is uiteindelijk gelukt. Er zitten er 10 in, dus als je ook niet zo heel veel hoeft te versturen, is dat natuurlijk ook prima. Dan heb ik nog een douchefris gekocht. En die had ik al eerder gekocht in een roze variant. En nou, toen heb ik er nog eentje meegenomen, want mijn douchefris is gewoon echt zo goed als bijna op. En toen dacht ik, nou, ik vind deze toch wel heel erg leuk. Je kunt hem ook gebruiken voor in bad en het is dus van 100 jaar Disney. En ik vind Disney gewoon heel erg leuk. Vooral met alle, ja, personages die erop staan. En ze zijn best wel goedkoop, want je krijgt 1 liter. En je kunt hem eventueel ook navullen als je dat leuk vindt met je eigen douchegel. Maar ja, ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, dan wil ik deze variant ook wel proberen. Ik weet niet of er geurverschil in zit. Het staat ook verder niet op waar het naar ruikt. Het is wel vegan. Dat is misschien goed om te weten. Want heel veel mensen vinden dat toch wel belangrijk. Dus ja, dat is deze nog een keer. Maar dan in een groen-blauwe variant. Dan even een heel basic item. En dat is een droogmat voor de afwas. Ik had er eentje en die was roze, maar ik kreeg dat ding niet meer schoon. Het weer zat erin en toen dacht ik, nou, dan moet ik toch maar een nieuwe kopen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze nog steeds een roze hadden. Die hadden ze niet meer, dus ik ben nu voor een zwarte gegaan. Ik heb geen vaatwasser, ik moet alles met de hand afwassen. Dus het is gewoon handig, dan leg ik die op het aanrecht neer. Dan kan ik daar de vaat op neerzetten, zodat het al een beetje uitdrupt. En dan hoef je het nog maar iets na te drogen. Zit als goed is, kijk, het gaat met zo'n drukknop, kun je hem dichtmaken. Dus je kunt hem gewoon opvouwen. En je kunt hem wassen op 60 graden. Dat zie ik nu voor het eerst. Want ik doe het dan meestal op 40. Maar ik wist niet dat hij op 60 kon. Maar dat is eigenlijk ook natuurlijk wel heel goed om te weten. Dus dat is deze. Een heel basic item. Maar die had ik gewoon even nodig. Nog een heel basic item. Dat is gewoon van dat witte papier. Om mee te printen. Maar ik moet zeggen, ik gebruik het ook wel om op te tekenen. Hier krijg je 500 velletjes. Het is gewoon A4. Het is 80 gram. Ik gebruik het ook gewoon heel vaak om dingen in te maken voor mijn bullet journal. Dus, en mijn papier was op. Dus ik dacht, ja, ik heb het gewoon eventjes nodig. Ik moet wel zeggen, dat papier is wel heel duur geworden. Ik verbaas me erover. Ik weet gewoon dat je echt voor een paar jaar terug gewoon veel minder betaalde. En dat het nu al best wel duur is geworden. Maar ja, goed. Ja, dat hoort er ook bij. Ik zie hier zelf producten in liggen die helemaal niet hierbij horen. Dan heb ik dit gekocht. Choc & Light, dat is Dark. Daar kun je dus chocolademelk van maken. Dat kun je gewoon in je in, als je melk hebt, kun je dit er zo in doen. En dan wordt het chocolademelk. En dan krijg je pure chocolademelk. En dat vind ik wel heel erg lekker, want ik hou zelf heel erg van puur. En je krijgt 2 van die staafjes. Ik heb ze ook wel eens gewoon zo opgegeten, moet ik zeggen. Maar het is wel eigenlijk echt voor je chocolademelk. Dus ik dacht, nou, dat wil ik gewoon een keertje weer proberen. Om echt dan een keer donkere chocolademelk te krijgen. Want vroeger kon je ook, van de chocomel hadden ze ook echt dark chocolademelk. Dus pure chocolademelk. Maar die is er helaas niet meer. En die vond ik zelf wel heel erg lekker. Dus dan is dit een goede oplossing om te proberen. Dus ja, het was gewoon lekker om een keertje te gaan maken. Dan heb ik panty gekocht. En dit is zo'n vlies panty. Er zit dus vlies aan de binnenkant. Dit is een bruine, maar ik wilde eigenlijk heel graag een zwarte. Kijk, dit is dan de binnenkant. Het is gewoon best wel dik.
Maar ik wilde eigenlijk ook heel graag een zwarte. Ik heb nu een bruine. De zwarte hadden ze niet, dus ik heb deze wel meegenomen. Dat is helemaal nieuw en het is online best wel duur. Maar het zijn gewoon van die... ja, ze zijn ideaal voor de herfst en de winter. Ik heb hem dus nog niet geprobeerd, maar ik ben heel erg benieuwd. Je kunt hem ook wassen op de handwas. Hij kan niet in de wasmachine. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit, hoe dit zit. Er was toevallig een mevrouw, toen ik daar aan het kijken was, die zei, nou, zo ziet het eruit. Die had er eentje aan. En zij was er helemaal lyrisch over, zodat het nog niet koud gaf. Dus ik ben hier wel heel erg nieuwsgierig naar. Maar net wat ik zeg, eigenlijk wil ik nog heel graag een zwarte erbij hebben. Maar ja, die hadden ze op dat moment niet. En ik weet ook niet hoe lang dit bij de Action blijft. En anders, ik hoop dat andere winkels ook nog een keer krijgen. Maar het is helemaal een nieuwe trend, dus ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Dan heb ik een Argan Oily haar elixir gekocht. Het is een cream to oil. Mijn haar is altijd heel erg lastig. Ik heb een beetje een lichte slag van mezelf. Mijn haar is heel erg dik en het pluist heel snel. En Argan Oily is daar het beste voor, want dan kan je die pluister een beetje uithalen. Je kunt het gewoon gebruiken op droog en nat haar. En als het goed is, hoef je het ook niet uit te spoelen. Dat is gewoon lekker als je dan je haar gewassen hebt om dit er even in te doen. Dan kan je het ook mooi doorkammen en dan zit het ook net wat netter. Het is altijd wel de vraag hoe het de volgende dag zit. Er zit 100 ml in. Het zit in een pompje. Dus ik dacht, nou, ik kan het wel gewoon eens proberen om te kijken of dat dit werkt. Heel veel winkels hebben echt wel producten voor het haar die je er naderhand in kan doen. Ook tegen anti-klit. Maar vaak werkt het niet voldoende tegen voor mijn haar. En Argan olie werkt gewoon wel heel goed. Ik heb ook het liefst zeg maar shampoo met Argan olie. Maar ik moet zeggen, die is tegenwoordig zo duur geworden. Want ik had hem altijd van de André Lon. Dus die koop ik niet altijd meer. Maar toen dacht ik ga dit gewoon een keertje proberen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Dus ja, we gaan het wel meemaken. Dan heb ik twee fotolijstjes gekocht. Ik heb allereerst eentje van 10 bij 15. Ik heb namelijk een hele mooie foto gekregen van mijn opa. Die wilde ik heel graag inlijsten. Die wil ik een mooi plekje geven in huis. Ik dacht, nou, dan neem ik die mee. Volgens mij is het ook een 10 bij 15. Er zit ook een soort van frame omheen. Die kun je er eventueel ook afhalen. Maar die vond ik gewoon wel heel erg mooi. Dus ik dacht, nou, dan neem ik die in ieder geval mee. Gewoon heel basic zwart. Vond ik wel mooi. Maar ik heb ook deze gekocht. En deze is ook zwart. Deze is helaas toch wel iets te groot. Ik weet hier de maat niet eens van. Ja, ik zie hem nu staan. 21 bij 29,7. Namelijk een hele mooie foto uitgeprint van mijn nichtjes en mij. En die wilde ik heel graag in huis ophangen. Maar die foto is dus echt wel te klein voor deze lijst. Dus ik moet even kijken of dat het me heel erg stoort als je de witte randen eromheen ziet. Of dat ik dan toch uiteindelijk zeg, oké, ik haal toch eventjes een andere hiervoor. Maar op zich is het wel een hele mooie lijst. En kijk, en anders komt die altijd nog wel weer een keertje van pas. Maar ik moet eens even kijken of dat me dat heel erg stoort of dat ik het prima vind. Maar dat is in ieder geval deze. Er zijn ook van die items die gewoon nodig zijn. Die zijn bij de Action echt super goedkoop. Dan hadden ze nieuwe stempeltjes. Dat zijn die inkpads in die doosjes. Ik heb hier al een keer een video over gemaakt. Mocht je het leuk vinden om van deze nieuwe reeks ook een video te zien, laat het dan even weten in de comments. Dit zijn dus weer nieuwe kleuren. Dit zijn die water-based inkpadjes. En ja, ze hadden nu deze. Dit is dan de groene variant. Dit zijn de 85 tot 96. En er zitten er dus 12 in een doosje. Ze zijn heel goedkoop. Dan heb ik deze variant. Ook heel erg leuk. Dit is de 49 tot en met 60. Ze lopen ook echt dan op volgorde. Dus als je de eerste reeks hebt, dan komen deze er weer op aansluitend, zeg maar. De achterkanten zijn ook ietsjes veranderd. Maar het zijn dus hele mooie. Dan hebben we deze. Dit zijn de kleuren 73 tot 84. En die ziet er dan zo uit in een soort van paars doosje. Ik heb wel het idee dat de kleuren anders zullen zijn als de vorige reeks, uiteraard. Maar ik ga er ook wel weer van die blaadjes van maken. Dus dan kan ik het verschil ook heel erg goed zien. Dus dat is deze. En dan heb ik deze. En dit zijn de 61 tot
73. Die zien er dan zo uit. Het zijn gewoon, ja, het zijn hele fijne inpads. Ik hoor wel van mensen dat ze snel leeg zullen zijn, maar het ligt er ook aan hoe vaak je ze gebruikt. Maar ik vind ze zelf gewoon heel erg fijn. Dus toen ik zag dat er een nieuwe reeks was, wilde ik die ook zeker hebben. Dus nou, die heb ik gekocht. Dus nogmaals, vind je het leuk om hier nog een video van te zien? Laat het dan gewoon even weten in de comments. Dan heb ik een setje met nagelknippertjes gekocht. Ja, heel basic. Ik had even nagelknippertjes nodig en toen zag ik deze en die hebben een roze uitdrukje. Vond ik gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, die neem ik gewoon mee. Je krijgt een grote en een kleine, dus dat is ideaal. Dus niet heel spannend, maar gewoon soms wel nodig. Dan kom ik hier alle bonnetjes tegen en dat is wel heel erg fijn natuurlijk, want die hebben we nodig. Even kijken. Dan heb ik deze superleuke lippenbalsem gekocht. En die is van Friends. En hij heeft de vorm van een koffiebeker. En staat ook echt op When Coffee Life. Het is dus gewoon een lippenbalsem in een cup. Er zit vanillegeur aan. Ik vond hem zo leuk. Ik dacht, die wil ik echt hebben. Omdat hij ook van Friends was. En ik vind de vorm gewoon zo leuk. Dus die heb ik meegenomen. Ja, zo'n koffiebeker, dat is gewoon natuurlijk superleuk. Hoe leuk is dat? Ook heel erg leuk, denk ik, om cadeau te geven. Dus die vond ik echt super leuk. Dan heb ik 3 metallic oogschaduwkleuren met een shimertje. En ik heb allereerst de Misty Pearl gekocht. Dat is een beetje een witte kleur. Ze beloven snel droog te zijn en long-lasting te zijn. Dus daar ben ik benieuwd naar. Dat is deze. Een beetje een lichte kleur. Ook heel erg leuk voor de binnenste ooghoeken of op het wenkbrauwbot. Dan hebben we de kleur Rosy Glow. Dat is een beetje een roze-paars kleurtje. Ook super leuk. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar. De laatste die we hebben, dat is Shiny Bronze. En dat is deze. Ook een super leuke gouden kleur. Het is misschien, was weer misschien feestdagen gerelateerd. Maar ik dacht, nou, er komen nog wel andere feestdagen. Dus het leek me wel leuk. Dus die. Dan heb ik ook nog een nieuwe lipstick collection doos. Dat is deze. Tegenwoordig brengen ze die lipsticks uit in dozen. En dat is deze. En hier zitten dus weer 6 lipstickkleuren in. In nieuwe kleuren. Zo zien ze eruit. Dit zijn de lipsticks. De namen zijn Eye Candy, Instant Crush, Soft Teddy, Rosy Kiss, Why Not en Red Velvet. Dus weer super leuke kleuren. Ik vond het er heel erg leuk uitzien. Misschien ook een keer leuk voor een video. Ik kan hem ook nog combineren met de andere set. Laat maar weten of je dat leuk zou vinden om te zien. Dan heb ik nog een mokje. Ik had natuurlijk voor de kerst had ik 2 mokjes gekocht en ik zag deze roze. Die vond ik wel leuk. En de laatste tijd heb ik gewoon het probleem dat er best wel wat mokjes sneuvelen bij mij. Dus ik vond deze wel heel erg leuk voor koffie of je chocomel of wat dan ook. Dus ik dacht, nou, dan neem ik die mee. Een leuk roze kleurtje. Ik hou er heel erg van. Dat is toch wel iets waar ik heel erg weg van ben. Dus dat is dan deze. Dan kwam ik dit leuke Teddy tasje tegen. Dit is zo'n... handtasje van Teddy. Het is een crossbody bag. Ik ben heel erg dol op Teddy. En ja, ik draag dat gewoon heel erg graag. En ik vind het leuk gecombineerd bij de jas. Er zit dus gewoon een handvat aan. Je kunt hem dus wat langer maken. Waardoor je hem als schoudertasje kunt gebruiken. En hij is nog best wel ruim. Want er kan best wel veel in. Er zit ook nog een vakje aan de binnenkant. Echt super leuk. Je moet wel eventjes die ding er aan de binnenkant uithalen. Want anders gaat het alarm af. Want er zit zo'n alarmpje in. Maar ja, gewoon een super leuk tasje. En ja, hij was echt super goedkoop. Dus ik dacht, nou, die vind ik wel heel erg leuk om mee te nemen. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Je had hem in verschillende kleuren. Je had hem in het bruine, maar volgens mij ook nog in het wit. Dus die vond ik gewoon echt super leuk. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik ook nog deze mok gekocht. En hier zitten dus Smarties bij in. Dit heeft zo'n speciale werking. Je kunt hier dus... Het is eigenlijk een soort gift set. Je voegt water of melk toe. En dan roer je het goed door. En dan kun je dus die Smarties erbij ingooien. Als het goed is. Ja, volgens mij zitten er alleen Smarties in. Ik kan het nu niet zo heel goed zien. Je had hem ook met KitKat of met andere dingen. Maar dit is ook zo'n lekkere grote mok voor je koffie of zo. Dat vond ik gewoon super leuk. Het is wel leuk om een keer te proberen. Er zitten gewoon mini Smarties in.
Ja, daar staat You Rock op. Dus dat vond ik gewoon heel erg leuk. Ja, het is ook heel erg leuk om cadeau te geven. Ik moet zeggen, ik had hier al een paar jaar bij staan kijken. En elke keer vond ik het wel leuk. Maar dan toen dacht ik, nou, ik vind deze nu. Nu ga ik hem toch maar een keertje kopen. Dus dat is nog die. En dan heb ik nog twee oogschaduwpaletjes gekocht. Ik heb allereerst van Fab Factory het Delicate paletten. Dat is deze met hele mooie voorkant ook gewoon alleen al. Ik vind Fab Factory een heel fijn merk. En die heeft dus dit soort kleuren. Het zijn hele andere kleuren als wat je normaal een beetje gewend bent. Een beetje wat donkere kleuren. Echt super leuk. Ik weet niet of dit palet op eentje geïnspireerd is. Vaak zijn die paletten geïnspireerd op een doek. Maar dat weet ik bij deze niet. Maar ik vond hem er echt zo mooi uitzien. Dus ik was blij dat ik die vond. Maar ik heb ook van Fab Factory het All Eyes On You palet. En die zit in een vorm van een leuk hartje. Hier zitten ook wat donkere kleuren in, zoals je kunt zien. Hier op de achterkant zie je ze nog een keertje. En ja, dit zijn dus alle kleurtjes. Het is gewoon alleen de verpakking is al super schattig. En ik zag deze, ik dacht ja, die wil ik gewoon echt heel graag hebben. Er zitten 12 kleurtjes hier van 1 gram, dus het is niet heel erg veel. Maar ik vond het er wel heel erg leuk uitzien. Dus ja, daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee met dit palet, hè. Dan waren dit alle aankoopjes die ik bij de Action heb gedaan. Ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee. Ik ga alles lekker opruimen en in gebruik nemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij er een item tussen vond zitten wat je heel erg leuk vindt en waar je eventueel nieuwsgierig naar bent. Mocht je dus van make-up producten of van die stempels nog een extra video willen zien, laat het dan zeker even weten bij de comments, want dan kan ik dat altijd nog een video over maken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Maar nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien.